Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Kort door de Bocht. In deze aflevering gaan we op pad met niemand minder dan Oscar Grepen. In de serie Kort door de Bocht neem ik het wederom op tegen verschillende YouTubers, maar ditmaal op de kartbaan. Naast een vrije training kwalificatie neem ik het tegen ze op in een race van maar liefst 10 ronden, nadat we ze uiteraard beter hebben leren kennen in de auto. Asociaal. Hoe is het? Lekker. Mooi. Ben je druk? Vermaak je? Hard werken is het op het moment. Hard werken? Ja. Maar dat is positief of negatief? Nou, dat is ook positief. Dan kan het twee kanten op, hè? Ja. Het is hard voor weinig. Hard voor weinig. Nooit chagrijnig. Weinig chagrijnig. Probeer ik. Lekker, man. Vind ik wel leuk om even in te haken. Waar komt jouw autopassie vandaan? Ja, hoe is dat ooit begonnen? Want ik weet, jij hebt veel met scooters gedaan vroeger. Ja, scooterracen heb ik gedaan. Scooterracen. Maar gewoon kampioenschappen. Ja. Bij ons in de regio is dat helemaal niet. En jij zei dat en jij had op een gegeven moment je scooter teruggekocht, als het me niet vergis. Ja, en mooi fris gemaakt, nieuw gemaakt. En ik heb dat krantartikel wel eens een keer gezien. Ja, wat dan? Dat jij toen met het ding op de krant stond. Of? Ja. Zo, toen was ik er. Dat was even kilootjes geleden. Oh, ja, nee, maar dat was echt wel... Ik wist helemaal niet dat dat een ding was, joh. Ja, dat is echt vroeger. En dan heb je het over, zeg maar, tot 2010 was dat in. Daarna zwakte, dat ging in één keer, woep. En dat waren dan, wat voor scooters waren dat dan? Aeroxjes en dat soort dingen, of? Aerox, Zip, SR, Aprilia. Jij had een? Eerst een SR, toen een Zip. Oh ja. Nou, toen hadden we al 27 pk, dat is 12 jaar geleden. Zo. Uit een 70 cc'tje. En hoe hard liep dat ding? Ja, 150 makkelijk. Hè? Makkelijk, ja. 150? Nee, maar het was een 150 meter sprint. En die van 0 naar 150 meter, dat deden we in onder de 7 seconden. En dan nogmaals, de autopassie. Ik kom er bij je vader vandaan, kom er bij familie vandaan? Links rechts aan. Links, denk ik. Dat komt vandaan, ik denk wel vanuit familie. Ja. Vroeger, weet je wel, dat ging altijd, weet je, zondag Formule 1 kijken en DTM kijken. Dat was toen nog op tv live, weet je wel, dat soort dingen. En dan wil je altijd, ja, dan hadden we een paar kennissen die racen. Nou, dan keek je er een beetje tegenop. En vanuit huis hadden wij die middelen niet om dat te gaan doen. Nee. Dus dat kon nooit. Nou, op een gegeven moment blijft dat wel in je hoofd spelen. Dus dan ga je bij autobedrijven werken. Ik was 12, 13, dan ging ik gewoon in de garage werken. Als poetser? Nee, monteur. Monteur, serieus? Ja. En toen heb ik nog, dus eerst garagewerk, toen schade. Vond ik heel leuk om te doen. Vond ik wat meer eer aan je werk hebben. Ja, dat geloof ik ook. Ging je van een kapotte auto maken, gewoon weer een nieuwe auto. Dat vond ik eigenlijk wel weer een eer. Nou, en toen handel. Ja. Ben je meteen voor jezelf begonnen? Niet meteen voor mezelf. Ik heb natuurlijk al verschillende baantjes gehad. Oh, ik heb deze ook rustig kunnen nemen. Ook in de horeca. Jij in de horeca gewerkt? Ja. Ja? Wat vond je daarvan? Ja, hartstikke. Ook echt leuk. Ja? Ik heb dat 1 week volgehouden, horeca. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het leukste, het barwerk. De zorgen van die dingen, met het dienblad, dat vond ik helemaal kut. Ja. Maar echt het barwerk, dus gewoon... achter de bar staan, feestje maken, dat soort dingen. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja, oké, dat begrijp ik. Ik zou dat ook wel weer willen doen. Ja, serieus? Ja, zeker weten. Want voordat jij met Grepen Automotive begon, heb je nog wat anders gedaan? Telefoons heb ik nog gedaan. Telefoons gedaan. En heb je toen ook van die inkomsten je eerste auto voor de handel gekocht? Ja, zeker weten. Ja, bizar is dat, hè? Dit is wel hoe dat ding hoort te klinken. Het is niet normaal, man. Ja, dit is gewoon hoe een auto hoort te zijn, zeker zo'n RS6 als dit. Dat is gewoon... Die kan je niet als een stofzuiger laten klinken, toch? Nee. Oké. Hier, tussen die dingen. Jezus, man, dat ding is... Oh, dat loopt dood. Ja. Top, moet er nog een keer langs te vinden. Was dit klaar? Oh. Ja. En je gaf net al kort aan van, nou weet je, toen begon was mijn doel van, ik moet naar de dikke auto's. Niet, ik wil naar de dikke auto's, ik moet naar de dikke auto's. Ja. Die heb je nu staan. Ja. Wat is het volgende? Minder dikke auto's. Minder dikke auto's.
mensen geven gemiddeld gezien bij ons wel gewoon 5-7% meer uit. Ja? In aanschafwaarde dan een gemiddelde garage op de hoek. Want dat is echt significant verschil. En dat is de reden waarom. Kijk, we maken veel marketing, dure marketing. Maar we verdienen ook echt wel terug daarop. Plus, we hebben nu een hoop terugkerende klanten. En die weten gewoon de kwaliteit van service, van garantie, van alles. Dus er wordt als de, ze weten gewoon, de auto is goed, is die niet goed, wordt er 0,0 discussie gemaakt ja. over hoe het wordt opgelost. Het wordt gewoon met nieuwe spullen opgelost, bij wijze van. Ja. Niet gebruikt of niet moeilijk of een dit of nee. Is er wat? Je hoort een kraakje, hij hobbelt, hij geeft een storing, hij maakt niet uit. Oké. Waar hij ook op storing op geeft, dat gaat nieuw erop, plus de dingen eromheen. Ja. Dan weten we zeker dat het daar niet meer aan ligt en dat je niet meer terug hoeft te komen. Nee. Hey, en karten, hoe is jouw kartervaring? Want oudsport en karten, dat lijkt heel erg in één lijn natuurlijk. Ik heb nooit gekart. Ik heb wel eens een keer zo'n dagje zo'n paar heats gedaan. Maar... Ja? En je hebt eigen kart gehad? Ja. Ja, je moet niet valspelen. Wel geteld, heb ik 3 jaar gehad, 3 keer meegereden. Ja, serieus? Ja. En dat was een Rotax? Ja. Dat is wel heel, is wel summen. Dat was wel vet hoor. Die gaat ook al serieus hard. En nu gaan we tegen elkaar opnemen op de langste indoor kartbaan van Europa. Is dat zo? Ja, dat is de langste kartbaan van Europa, indoor. Wow. Vorige week reed Shahid een 1.9.3. Ga je Shahid verslaan? Shahid weegt 40 kilo minder dan ik, dat geloof ik nooit. Ik dacht, je gaat zeggen Shahid weegt 40 kilo, dat kan natuurlijk ook. Dat sowieso. Ik weeg 120 kilo hè, met mijn pakje aan. Weeg jij 120 kilo? Met mijn pakje aan wel. Ja hoor. Ik weeg schoon op de weegschaal 110 kilo. Met helm in je hand? Nee, gewoon naakt. Als ik net heb gescheten, ik ga erop staan, 110 kilo. Tering. Maar dat had ik je niet gegeven. Dus in die zin, zware botten. Ja hoor. Zware organen. Ja. Alright, nou ik zou zeggen, we gaan naar de kartbaan. We gaan eens even kijken of ik van je kan winnen en of jij van de rest kan winnen. Denk je dat je kan winnen van mij? Ik hoop het. Het zal mijn dag echt maken. Ja? Ja. Hoezo zou ik nou echt jouw dag maken? Ja, dat lijkt me gewoon echt leuk als van jou win. Of ben je een slechte verliezer? Ik ben sowieso een slechte verliezer. Oh, dan kijk ik daar naar uit. Ja. Weet je jongen, ben je er klaar voor? Je hebt wel een knappe schoenen aan, moet ik zeggen. Ja, ik loop te veel op. Ik heb ze net gepoetst. Net gepoetst? Ja, maar... ik denk moet shinen vandaag. Toch? Om het eerlijk te maken, heb ik dezelfde schoenen voor jou. Ja, jij hebt wel weer een carbon helm, dus dat is jammer. Ja, maar ik heb hier ja, geen carbon. Okay, ja. Right, man. Nieuwe schoenen. Deze nieuwe schoenen. Nieuwe race schoenen. Ja, nieuwe race schoenen inderdaad. Veel succes met de race. Oei. Ja joh, die ligt nog druk op ook. Want daar kan het niet meer aan liggen. Hier kan het niet meer aan liggen. Jouw kunsten natuurlijk. Ja, daar ligt het nog aan. Hè. Zo. Ja. Dit zijn serieuze stappers. Serieuze stappers. Kijk eens even. Hoppa. Ja. Oh, dat zijn dezelfde. Ja. Ander kleurtje. Ander kleurtje. Moet ik ze nou aandoen? Jij mag ze aandoen. Gaan we pakken. Hij past aandoen. Mooi bij mijn helm. Hè. Kijk. Ja. Matching. Gaan we pakken aandoen en dan gaan we gas geven op de kartbaan. Nou. Jawel. Ik ga echt helemaal stuk als jij straks spint. Ja. Dat lijkt me zo leuk. Als Oscar spint op de kar. Kan wel eens gebeuren, maar als je dat niet doet, dan ga je niet hard genoeg. Nee. Als je een keer de muur niet raakt, de grindbak niet raakt, dan ga je niet hard genoeg. Nee, dan heb je wel mars over. Is mij ooit aangeleerd. Hoe vaak heb je dat gedaan de afgelopen seizoen? Ik ben wel een keer buiten de lijntjes geweest, jawel, maar ja? Ik heb geen schade gehad. Nee, je hebt geen schade gehad. Nee, wel strafpunten. Nee. Wat heb je gereden dit jaar? Stel met de Hyundai in de Supercar Challenge. Ja. Ja. Niet alle wedstrijden, maar wel 3 geloof ik. Wel kampioen. Kampioen geworden, dankjewel. Ik heb er natuurlijk maar de helft aan bijgedragen, dus ik kan wel zeggen kampioen. Maar de keer dat ik heb gereden, hebben we wel gewonnen geloof ik allemaal. Ja, en jij bent natuurlijk zelf een keer kampioen geworden. Ik ben 2020 kampioen, LMS. Ja. Oh. Ik wist dat er moest wat gebeuren. Welkom worden. Ja, top hè. Ben je klaar voor?
Jawel. Ja? Weinig stress. Bij jou zie je het er goed aankomen. Ja. Dus reken er maar op. Ik vind het een beetje zo'n halo helm. Oh, je doet handschoenen nog aan ook. Ja, een beetje professioneel doen. Ja, je ziet het, hè? Bloed, zweet en tranen. Levensgevaarlijk dat racen. Hoppakee. Even kijken hoor. Hij doet het helemaal niet. Ik moet een nieuwe hebben. Hoe gaat deze nou aan dan? Niet zo soepel. De vorige keer met je heet ging iets sneller, maar kan niet alles hebben. Oscar is ook niet zo goed, dus dat is prima. Oh, hij gaat omkeren. Let op zijn tijd, let op zijn tijd. Net niet. Ik wist dat je het zou doen, hè. Ik heb gewonnen! Ja, nee. Ah, lekker mooi. Nee. Ben je sneller? Ja. Jij bent sneller. Ik ga echt niet vooruit vandaag. Nee, dat zie ik, ja. Vorige keer reden we 1-9's. Ik stap koud in en ik win al van je. Ja, jij bent talent. En dik. Ja, dat is wel waar. Maar goed, ik was sneller. Ja, sneller. Dus jij mag op P1 beginnen in deze kart. Hoezo in die? Ja, wat denk jij? Nee, op zout. Ik ga hem even. Ik heb net al, weet ik al, ik moest hem al inleven. Ik heb iets van een andere. Je hebt een andere? Ja, want hij deed het niet. Ik ben natuurlijk weer voor de gek gehouden door jou. Ja, waarom heb ik dat weer gedaan? Ja, ik heb 3 rondjes minder gereden. Ik heb een andere kart gepakt. En nog een sneller. Hé, hey, wat zullen we daar eens van zeggen? Dat jij deze kart mag laten zien. Nee, ik ga deze. Op leuk man, jou. Ik heb er zin in. Op zouten. Afblijven. Kijk uit, hè. Want ik geef je echt een teringbeuk. Maar we moeten wel 10 rondjes. We gaan niet 10 rondjes racen. Sam kan niet rijden. Hey, hey! Ik heb gewonnen, hè? Ja, hoezo? Ik heb gewonnen, hè? Hoezo? Ik ben daar 2 keer omgekeerd. Ja, maar dat telt niet. Sukkel! 36 seconden achterstand. Die voor je. Die voor je. Niet gelukt. Het werkte dus niet. Oh. Hey, zelfs op. Met vals spelen kan jij niet winnen van mij. Oh boy, dat zat er niet in vandaag. 1-11, hoe slecht ben je dan? Als routinier hier op deze baan. Vandaag zat het er gewoon niet in. Maar dat kan ook hoor. Ja, je ziet me weer, hè. Ik kan alleen de beste zijn. Ik ga hier opstaan. Dit is jouw plek, hè. Ja, ken je plek. Ken ja, je plek. Niet eens die plek, zo slecht. Nee, zo slecht was jij. Maakt niet uit. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met de verliespartij. Dankjewel. Dankjewel. Ja, je kan gefeliciteerd niet alles met mij. Hebben. Je kan niet alles hebben. Nee. Waar is nu de champagne? Ik ben serieus aan het bijkomen. Het was zo'n gevecht. Vond je het zo heftig? Ja, ik vond het echt heftig.
Jij niet? Nou ja, gewoon een potje racen. Ja, ik heb drie salto's nog. Ken er maar één de beste zijn. Ja, ja. Ja. Hè? Vandaag was ik er niet. Nee, dat kan maar je stellen. Maar ik wil nog wel even zeggen, je hebt mijn tijd niet verslagen. Hoezo? Ik was twee keer sneller. Hoezo? Hoezo? Jij deed 10-3. Ik reed vorige keer 9-4. Ja, maar dat is de vorige keer. Maar vandaag reed je 1-11-0. Het gaat om het totaal 11-0 plaatje. Vandaag. Je kijkt zo, je moet zo kijken. Baancondities. We zijn binnen, Alas. Baancondities. Nou ja, het is koud buiten. Ja, ja, zeer koud. De verwarming staat niet aan, hè? De gas, gasverbruik. Ik hoop dat jullie een hele gave video vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren. En laat in de reacties weten wie jullie in de volgende aflevering willen zien.